Maarten, ik wil je graag wijzen dat er een grote crisis gaande is binnen de VVD en ze hopen dit gauw op te lossen en hopen dat het wegwaait. Soumaya Shalash schijnt helemaal geen cent van Bolkestein te hebben ontfutst. Men kan haar niet gebruiken in de verkiezingen, dat moet er staan. Jort Kelder, groot VVD-netwerk, steunt Soumaya volledig en beticht Erik Wetsels en ook Dylan Jezilgus van het onrechtvaardig afslachten van Soumaya. Als je de VVD niet in het kabinet wilt hebben, is dit de Watergate die jullie verder moeten bespreken, zegt iemand. Ja, dat lijkt me wel een tikkeltje overdreven, maar ik weet niet, wij hebben het er volgens mij ook al over gehad. En volgens mij heb ik toen al gezegd dat ik die familie van Bolkestein absoluut niet geloofde. En dat het leek mij dat dat meisje gelijk had in datgene wat zij zei. We hebben het er volgens mij helemaal nog niet over gehad. Oh, goed, dat dacht ik. Hoe dan ook. Moet je het kort vertellen even? Ja, ik dacht vanaf het allereerste moment dat die Soumaya dat die gelijk had. Zij werd overigens ook onvoorwaardelijk gesteund door haar promotor. Die zei, ja, wat zij vertelt is juist. Bolkestein had gezegd dat hij haar promotietraject zou financieren. En dan is natuurlijk dat hele verhaal dat zij in feite Bolkestein bestolen zou hebben. Het woord ontfutselen, nou ja, dat is een beetje een bedekkende term, maar gewoon voor diefstal natuurlijk. En dat dat niet juist is. Dus en dat dus die snelle wijze waarop zij gerolleerd is uit de VVD, dat eigenlijk niet deugt. Dus ik denk dat het gelijk aan haar zijde ligt. Dat dacht ik al meteen, moet ik zeggen. Daar heb ik verder geen concrete bewijzen voor, want ik ken geen van de betrokken personen. Maar als ze dat ook zo ziet. Kelder, als Jort dat ook zo ziet, dan denk ik dat ik het ook en hij ook goed gezien heeft. Ja, Jort Kelder is goed bevriend met haar, hè? Dus die is gekleurd natuurlijk in dit verhaal. Ja, nou, ik ben helemaal niet goed bevriend met haar, sterker nog, ik ken haar helemaal niet. Nee. Maar haar verhaal leek mij zoveel overtuigender dan dat verhaal van die neef of wat was het, dat ik dacht van, dit kan niet kloppen. Nee. Want Soumaya heeft geld gekregen van Bolkestein voor de opleiding ook, hè? Ja. En dat zou gaan om gelden gedurende enkele jaren. Dus gedurende 3 jaar. Ja. Ja. Dan was het een ruim gefinancierd... 75.000 euro volgens mij in totaal. In 3 jaar. Dus dat is 25.000 per jaar. Dat is toch verder... Ja. En het ging om... Niet een exorbitante som, lijkt mij. Studiegeld ging het om en ook de woning en zo, huur. Precies, een normaal dagelijks leven. Ja. Dat vind ik voor een promotietraject, lijkt mij dat min of meer normaal. Nee. Dus maar, ja, ik dacht, toen ik het verhaal las, dacht ik, geloof niks van die neef. Nee. Het leek me ook gek dat, ik weet niet hoe Bolkestein daar zelf, want daar hebben we natuurlijk verder niks meer van gehoord. Is die dementerende? Wat zijn zijn opvattingen daarover? Is zijn financiële beheer uit handen genomen? Nou, ik heb geen idee natuurlijk. Nee. Maar het leek mij dat zij helemaal geen belang heeft om hem iets te gaan ontfutselen. Nee. Nee, dus wat dat betreft, die Watergate die deze man noemt... Ja, dat moeten we natuurlijk weer met een korreltje zout nemen. Ja, Watergate. Ja. Dat zal niet leiden tot de ondergang van de VVD. Ik bedoel, dat er is kennelijk in de haast... Heeft de VVD een besluit genomen wat niet bijster goed gebaseerd is op de werkelijke gebeurtenissen. En ze hebben natuurlijk al eerder problemen met haar gehad, omdat zij was ooit lid van de Hofstadgroep. En heeft ook in het gevangen gezeten vanwege die problemen van die Hofstadgroep, van die aanslag, van die aanslagen, wat waren het, dreigement, ik ben het eigenlijk vergeten hoe het precies zat, van de Hofstadgroep. En op die basis... is de VVD weer keihard aangevallen door Geert Wilders. Die zei, ja, dat is een mooie boel. Die Soumaya speelt bij jullie een rol als, laten we zeggen, voorlichtster, of moet je dat zeggen, als een deskundige op het gebied van terrorisme. En dat is iemand die mij in principe had willen vermoorden. En daar heeft Wilders natuurlijk een heel goed punt, toch? Ja, maar wacht even, mensen kan zijn leven beter, toch, of niet? Ja, dat zou een rare toestand zijn. Dat je kunt je het leven beter, maar je hele leven blijf je terrorist. De mop was nou juist dat zij zei dat ze dat niet meer was. En dat ze
dat ze tot andere inzichten was geraakt. Dat moet je toch ook serieus nemen. Ja, maar het kan natuurlijk wel ook gevaarlijk zijn, want iemand kan het ook strategisch zeggen. Maar als dat zo is, dan moet je als recidieve kennelijk als vanzelfsprekend wordt beschouwd, ja, dan moeten we ook iedereen die ooit iets gedaan heeft, die moeten we achter slot en grendel houden en die moeten we zijn leven lang verder verwijten dat hij dat gedaan heeft. Ik vind dat in zekere mate van, zij is kennelijk tot andere gedachten gekomen, dan is een zekere mate van vergevingsgezindheid toch een normale menselijke reactie. Ja. Hey Maarten, zou je een keer jouw favoriete schilderij Grandma Moses willen bespreken? Ik ben zelf ook een fan van haar en ze is een inspiratie voor mijn eigen tekeningen, zegt Jessica Bakker. Ja, die dingen van Grandma Moses, die zijn geweldig. Grandma Moses is een klassiek geval natuurlijk van een primitieve schilderkunst. En zij is 100 geworden en ik geloof pas nader, weet ik veel, 70ste of zo gaan schilderen. Maar die schilderijen van haar zijn ook in allerlei opzichten een fantastisch beeld van een eigenlijk gelukkig en evenwichtig agrarisch Amerika, wat eigenlijk misschien nooit in deze ideale vorm bestaan heeft, maar wat dat beeld wat zij schetst is wel, kijk, zo was het voordat Amerika een ruwelijke industriële mogendheid werd. Heb je nog iets gemerkt aan teletext deze week? Nee, er stond overal dat ze een nieuwe machine hadden. Die had afhankelijk wel foutjes gemaakt. Nou, was ik daar niet verbaasd over. Omdat als vaste teletextgebruiker zit het er regelmatig vol met foutjes. En nu waren het ook weer de accenten op de letters die problemen gaven. Maar het ziet er allemaal precies hetzelfde uit als vroeger. Dus ik ga er maar vanuit dat de machine goed werkt. Ja, er was een bug inderdaad die de weergave van de trema's niet goed liet. Ja, maar dat is verholpen. En ook worden de gekleurde sneltoetsen nog aangepast. Zodat je van de 101 pagina snel naar het weer kunt. En naar de 601 voor het voetbal. Voor het voetbal? Ja, dat is voor jou niet relevant, maar... Even kijken, het nieuwe volgens mij is voetbal meestal in de 800 ergens, toch? Ja, dat dacht ik ook, ja. De Nederlandse competitie is in teletext is 818 en 819. Ja, je hebt gelijk. Je staat ook inderdaad van de 601 naar het voetbal. Dus ik weet niet wat de 601 dan is. Sport. Oh, dat is wel sport, oké. Okay. Hey, en het nieuwe systeem, je weet het ook allemaal inderdaad. Ja. Het nieuwe systeem was nodig omdat het oude cyclone uit 1980 dateerde en niet meer onderhouden kon worden. Met het nieuwe systeem kan teletext nog vele jaren door in de bekende retro-stijl. Nou ja, kijk, het is simpel. Is het mooi? Nou nee, het hoeft niet mooi te zijn. Het is simpel en effectief. En iedereen weet dat het parallel loopt aan de nieuwsvoorziening door de NOS of de NTR. Ik ben al tevreden hoe die lui heten, maar goed. Dus als je even je oriënteert, dan weet je eigenlijk zo'n beetje van wat er in de loop van de dag verwacht kan worden. En het heeft natuurlijk de onbeschrijfelijke zegening dat het niet gepresenteerd wordt door iemand. En dat, nou ja, dan al die poppenkast van de televisie er niet bij is. Dat is het toch? Ja. Voor gebruikers op tv zijn de knoppen van de nieuwsberichten kleiner geworden. Ze ogen mooier in de app en krijgen de berichten krijgen ook vaak maar een regeltekst. Dat is in ieder geval wat hier staat in het bericht. Het was mij allemaal nog niet zozeer opgevallen. Maar ik had wel gelezen dus dat er een nieuwe computer kennelijk draait om het op het scherm te krijgen.